dat een musical veel en veel langer duurt dan als je gewoon een film maakt. Een film die duurt, dat duurt niet, nou, het duurt best een tijd op te nemen. Maar daar heb je ook wat. Dan kan je ook iets altijd terugzien. Bij ons heb je ieder jaar een musical. En ja, eigenlijk waren we wel allemaal blij. Want ja, eigenlijk ik en Melvin waren de enigste die ermee instemden. Omdat wij niet zoveel wouden onthouden en alles. Want dan moest je maanden van tevoren, heb je de eerste zin gehad. En dan moest je maanden later moest je hem weer onthouden. En je hoeft niet te zingen. Ja. En hoe is dat dan, dat je ook je eigen film hebt gefilmd? Ja, dat is heel leuk. Ja, je bepaalt gewoon, zeg maar, je bent gewoon een stukje de baas, zeg maar. Wat heb je nog meer gedaan bij de film die jullie nu zelf hebben gemaakt met het zelfstandig eindfilmpakket? Ik heb een trailer gemonteerd. Ik was een acteur en ik heb gefilmd. Alsof je in Hollywood, gewoon echt in Hollywood zit. Dat is ook heel erg leuk, ja. Voel jij je nu een ster? Ja. Ja, ik heb gefilmd, ik heb het geluid gedaan en ik was natuurlijk acteur in de scènes. Je hebt alleen maar het boekje, je zet de camera erbij, je hoeft het één keer te zeggen. Als het er goed op staat, en dan ben je al klaar. En dan kan je weer door naar de volgende. En als ik nu naar het resultaat kijk, ben ik zo trots op ze. Denk ik, superleuk. En het is best wel een groep die met z'n 13, het is een lastig aantal. En hoe ga je goed samenwerken? En dit hebben ze wel met elkaar voor elkaar gekregen. Dus ja, dat is eigenlijk de reden. En we zijn er blij mee. Superleuk. Ja.